Good morning. Oh my god, waarom is het zo'n troep? Jezus. I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me less. Oh, goedemorgen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb een nieuwe missie in mijn leven. En dat is dat ik gewoon weer echt super fit wil zijn. Zoals ik eigenlijk vroeger altijd was. Ik sportte echt weet ik hoe vaak per week. En ik voelde me daar lichamelijk, maar ook mentaal echt heel goed bij. Dus ik dacht, weet je wat? Dat moeten we gewoon weer gaan doen. Ik begin ochtendmens, dus ik heb deze even nodig nu om een beetje helder te worden in mijn hoofd. Er is één ding. Ik vind sporten niet echt super leuk. Dat is best wel een dingetje als je lekker gezond en fit wil worden, zeg maar. Want dan wordt het iedere keer een gedoe om jezelf zover te krijgen om erheen te gaan. Dus ik dacht, het wordt tijd om een sport te gaan vinden die ik oprecht leuk vind. En ik hoor zoveel leuke verhalen en recensies en reviews over RoadCycle. En ik kan me dat wel voorstellen. Ik zoek iets waar ik gewoon even helemaal mezelf in kan kwijtraken tijdens de workout. Je weet hoe je je voelt als kind. Dat je aan het rennen was en spelen en gek doen. Dat je gewoon helemaal buck wild kon gaan, zeg maar. Het is toch een beetje anders als volwassenen. Ik mis dat gevoel serieus echt heel erg. Dus toen dacht ik, dit zou me niet verbazen als dat een beetje in de buurt komt daarvan. Sorry, ik ben nog steeds verkouden. Super ziek geweest de afgelopen weken. Maar, dus ik heb nu een intro les, of nou een intro les. Ik heb 2 credits, dat was een soort aanbieding. 2 credits voor 9 euro per les of zo. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zoveel als je het vergelijkt met andere sportjes hier in de buurt Amsterdam. Ik heb namelijk ook Pilates geprobeerd. Vond ik trouwens ook super nice. Maar holy piep, wat was dat zwaar. Oh my god, nou, een andere keer meer over dat. Ik vond het wel heel leuk, maar heel duur. Dat vond ik echt een dure grap. Als je dat iedere week wil doen. En dat vond ik dus met RoadCycle, vind ik dat dus echt heel erg meevallen. Ik geloof dat het 12 euro per les is. En nu had je 2 lesjes voor 18 euro. Nou, daar wil ik het over doen. Ik ben benieuwd. Ik maak er ook gelijk een wat ik op een dag eet video van. What I eat in a day. Want die heb ik ook al heel lang niet meer opgenomen. Ik begin dus vandaag met een cappuccino met havermelk. Ik moet eigenlijk alweer weg nu. Dus ik pak snel mijn jas, mijn spullen. En dan gaan we. Als ik ga fietsen, pak ik de tram. Ik ga de tram pakken, zodat ik straks kan fietsen bij RoadCycle. Ik heb dus echt een hekel aan fietsen. Op straat. Anyway. Let's go. Noedelbenen maximaal. Oh my gosh. Oh. Zo. Noedelbenen maximaal. Ik ben nu bijna thuis, dus ik ga even eten. En dan, ja, laten we naar binnen gaan. Oké, lekker eten. Dit is dus eigenlijk mijn ontbijt. Slash, nou ja, nee, lunch is het nog niet. Dus toch vroeg voor. Dit is gewoon mijn ontbijt nu na het sporten. Dit is nog over van gisteren. Of nee, over gisteren. We hebben gisteravond besteld. Maar toen had ik eigenlijk al een beetje te veel gegeten. Dus ik had geen honger. Dit is Japanse stir-fried rice eigenlijk. Dus egg-fried rice, maar dan een Japanse versie ervan. En dit is kai lan. Dat is Chinese groente. Grappig, want er stond dus gebokte broccoli. Maar het is gewoon kai lan. Het is een soort broccoli-ish. Beetje een leafy vegetable. Ik heb zo verkeerd gelegen vannacht. Ik heb, oh. Ja, kijk, er staat nog een glas van gisteren, maar er zit wat in.
Rip. Oh my god. Ik moet dus nog opruimen. Het is hier gewoon een zootje. Echt een hartstikke zootje. Ik heb echt slecht gelegen vannacht. Ik weet niet hoe, maar mijn nek en mijn schouders doen pijn. En ik heb natuurlijk net even flink gesport. En ik weet nog van de vorige keer toen ik Pilates heb gedaan, dat ik bijna een week niet kon bewegen. Dus ik zat even een beetje te googlen van wat helpt. Ik heb het nu echt mega koud. Dus er staat dat het goed is voor je spieren om lekker in een warm bad te gaan. Er is niet echt wetenschappelijk onderzoek of zoiets aan gedaan. Dat het ook echt helpt tegen spierpijn of wat dan ook. Maar wel dat je bloedsomloop beter is. Dus misschien helpt het bij herstel van je spieren. Nou, het is allemaal een beetje vaag. Maar ja, als het helpt, dan helpt het. En ik denk dat het sowieso wel lekker is voor je lijf en voor je spieren om eventjes in een warm bad te gaan. Nou hebben wij een jacuzzi in tuin. Ik wil niet altijd decadent klinken. Sorry. Maar kijk, daar is hij. En het stormt. Oh my god. De tent die is schuin half naar beneden gekleurd. Maar ik dacht, ik trek mijn bikini aan. En ik ga even in het water springen. En dan daarna de bovenverdieping verven. De badkamer moet geverfd worden. De wc. En beneden de wc. En de andere badkamer. Dus twee badkamers en twee wc's. En dan is het verven even klaar. En dan ga ik volgende week verder met de headboard. Wacht, ik zal even een stukje laten zien. Holy moly, de trap oplopen. Ik heb nu al noedelbenen. Even kijken. Even die zooi openen. Het is lekker donker. Ja. Weet jullie nog die cleaning video? Oh my god. Welkom in ons chaoshuis. Nou, dit is frame voor het headboard. Tenminste, om het er tegenaan te plakken, zeg maar. Dit zijn de planken die ik ga bekleden. Die zijn 30 centimeter breed. Er komt er een laag van het schuim. Dat ga ik oplijmen. Dus zeg maar... Oh, wacht. Ik wil het even laten zien. Kijk, dat lijm ik er dan zo op. Maar dan helemaal natuurlijk van boven naar beneden. En dan komt er nog een laagje. Staat het hier ook? Oh ja, hier. Fiberfill gaat er nog overheen. En dan komt er... Even kijken, heb ik het lapje met stof hier? Nee, oké, die kan ik even niet vinden. Maar dan hebben we dus boucletstof in wit. En dat ga ik er dan overheen spannen. En dan ga ik het bekleden. En dan komen die hier naast elkaar. 7 van die panelen helemaal van boven. Tot. Helemaal van boven. Tot beneden. En dan hebben we... Dat is wel heel vet trouwens. Dan hebben we indirect licht van... Yo. Waarom doet je het niet? Even aan deze kant proberen. Hier zit dan een Yo LED strip. Ja, kijk, daar is hij. Oeh. En dan komen die panelen er zeg maar zo voor. Kijk of ik het een beetje lukt met dit. Zo voor, dan heb je indirect licht zo aan de zijkant. Echt super vet. Dus ik ben heel benieuwd. Dat gaat wel echt super vet worden. Dat heb ik echt zin in. Mijn vader gaat me helpen om die dingen te bekleden dan. Maar dat is dus mijn projectje. Maar vandaag wordt het... Maar vandaag dus de badkamer. Zelfde kleur als de muren. Het is wat warmer. Oh shoot, ik moet even kijken hoe ik dit eraf haal. Oké. Okay. Maar dus ook de wc helemaal doen. En de andere badkamer ook. Dus dat wordt nog een leuk klusje. En dan beneden de wc. Oh god. Nou, hopen dat dat ding niet op mijn dak valt. Oh lord. Oh, hopen dat ding niet op mijn pan krijgt. Oh, mijn armen, die zijn niet meer zo sterk. Oh, oké. Okay. Lekker. Oh, mijn benen willen niet meewerken. Oh, dit is lekker. Nou, het is weer een beetje rustig. Stilte voor de storm. Hahaha, bedoeld. Oh, nu ben ik er niet meer uit. Maar ik ben wel, because I'm scared. Oh, even die benen. Oh my god, die hebben hard gewerkt vandaag. Ja. Oh, oh.
Okay, en de kleding. Let's go. Verf, nog van de vorige keer. Even kijken of het allemaal nog okay is. Ja, gelukkig wel. Ah, de ladder staat beneden in de gang. Oh my god. Vorige keer was het ook zo. Ik kan het ding niet naar boven tillen. Maar Chris die had hem nodig. Beneden is blijkbaar vergeten om hem weer naar boven te brengen. Dus even kijken of ik er überhaupt bij kom. Komt vast wel goed. Komt vast wel goed. Nou, laten we gaan beginnen. Ik zat net te denken, ik heb net gedoucht in de badkamer. Dus het is nat, dus ik moet het eerst droog maken. Of ik ga naar de andere badkamer. Dat is misschien ook wel een idee. Ja, dat ga ik doen. Ik ga eerst in de andere badkamer. Ja, oké, hardop denken. Ik moest even... Ik heb nog wat falafel over van eergisteren met tahini en hummus. Dus dat ga ik nu eventjes tussendoor snacken. Echt trekken. En een banaantje. Oké, eerste laag zit erop. Alleen de bovenkant ben ik niet bij omdat ik hier met de laag. Met het trappetje. Oh my god. Ik kom er dus niet bij. Met alleen nog het randje erboven. Maar de rest is nu geschilderd. This is pretty. Avondeten. Ik heb een salade, botersla met veldsla en eitjes aan het koken. Ik ga nu zelfgemaakte croutons maken. Zelfgemaakte croutons maken, zeg ik dat goed? Ik ga nu zelf croutons maken. En hier zit quinoa in. Lekker stinken. En dan heb ik voor Mila nog kip, basilicum, komkommer en lenteuitje. Dat is allemaal voor in de salade. En dan lekker quinoa erbij. Ja, daar heb ik echt trek in. Lekkere salade. Voor de croutons. Olijfolie. Olijfolie is je beste vriend, dus je mag veel doen. Zeezout erover. Handen te weinig. En wat... Hou mee. En wat oregano. En dan doe ik het in de oven. Even kijken. Nou, een paar minuten. Eitjes zijn bijna klaar. Quinoa. Ook bijna klaar. Olijfolie. Citroen. Lekker veel. Goed voor je. Oeh, een beetje. Oopsie daisy. Een beetje zout. Even een snack tussendoor. Ik moet ergens op kouwen. Bordje voor Mila. En mijn bordje. Dus minus de chicken. Ah, nou ja. Een beetje boring, maar de smaken zijn op zich wel nice. Ik heb er nog wat parmezaanse kaas bij gedaan. Heel veel basilicum door de sla. Dus dat is wel echt lekker. Lenteuitje. Olijfolie. Citroen. Zout. En dan even kijken of ik het mis. Misschien doe ik er nog wat balsamico olie. Ik denk dat ik er voor mezelf in ieder geval nog wat balsamico crème bij doe. Ja, we gaan eten. Let's go. Oh my god, ik vergeet het beste. Oh my god. Yes, de croutons. Hoe kon ik dat nou vergeten? Zo yummy. Yum. Mila, waar ben je nou? Kijk, boos. Oké, het is avond en ik ben klaar met de tweede badkamer. Nice. Good job. Blij. Wc ook gedaan. Nice. Oh, cheers. Oh.
even een update. We zijn een dag verder. Ja. Ik stond eigenlijk op het punt om boodschappen te halen. Toen dacht ik, oh, wacht. Eerst de video afmaken. Want die wil ik vandaag uploaden. Maar mijn benen. Oh. Ja, spierpijn zit er echt. Is aanwezig. Het is niet normaal. Als ik de trap oploop, dan zit ik echt. Het is echt boos, stel je niet aan. Nee, maar echt waar. Misschien handig om erbij te vermelden. Ik heb corona gehad. Een paar jaar geleden. Wanneer was het? Nou, maakt ook niet uit. Maar het is long-covid gehad. Ik ben nu, zeg maar, weer een beetje alles aan het opbouwen. Mijn conditie. Want die is echt zero. Die is er gewoon niet meer. Maar ik heb er best wel last van gehad eigenlijk. Vooral mijn longen met heel veel vaak steken. En nou ja, goed. Ander verhaal. Maar mijn conditie is daardoor echt finaal naar de piep. Dus dat moet ik dus nu weer helemaal opnieuw opbouwen. Maar gaat goed, gaat prima. Ik ga vanavond denk ik toch nog wel even sporten. Maar dan skip ik mijn benen. En dan wordt het even focus op mijn buik en mijn armen, mijn rug, mijn core. En ja. Goed, dat was de update. Ik ga even boodschappen halen. Zou ik gelijk eindigen van deze video. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je even. En dan zien we elkaar volgende keer weer. Ik heb geen idee wanneer. Maar ik zit in de mood om eventjes wat meer video's te uploaden. Daar heb ik zin in. Ik vind het leuk. Energie is weer terug. Ik ben ziek geweest. Dus ik heb 2 weken uitgelegen. En nu heb ik zoiets van, yeah, knallen. Yeah. Inspiratie, motivatie. Dus dat even vasthouden. Nou, genoeg geluld. Doei! I'm in emotional.